Breekpunt in het duel tussen FC Groningen en FC Twente is de rode kaart in de 80ste minuut voor doelman Bizot. Een rode kaart die een dag later wordt geseponeerd. Castaños over de arm bij Bizot. En Bizot die kan vertrekken, denk ik. En de bal gaat op de stip voor deze actie van Bizot. Castaños komt 1-op-1 op mij. En ik wacht tot hij in mijn buurt komt. Ik blijf in mijn 16, zodat ik met mijn handen kan reageren. Hij zet een actie in en hij speelde de bal om mij heen, waardoor hij echt duidelijk mij opzocht en zich liet vallen. Je zag aan alles dat hij wachtte wat ik deed en dat hij mij opzocht. En doordat hij zelf ging liggen op de grond, raakte ik zijn achterste been heel licht eigenlijk. Hij zocht echt de val op? Hij zocht de val op, ja, dat zie je duidelijk, zag ik op beeld terug. En doordat hij zelf ging liggen, raakte ik hem. Al had hij niet gaan liggen, had ik hem ook niet geraakt en had die bal uit de achterlijn gegaan. Dus ja, is duidelijk voor hem van zwalbe. Goed. Ja. Ja, dan sta je op en dan krijg jij de rode kaart. Wat denk je dan? Ja, klopt. Ja. Ik dacht eerst van, nou, gele kaart voor hem. Zwalbe, vrije trap, ga lekker weer verder. Maar hij trok zo met die rode. En, dan, ik wees hem nog op de beelden. Ik zeg, kijk het even terug en dan weet je het zeker. Maar ja, het mocht niet helpen. En, hij stuurt je eraf. De kaart voor Bizot is dit seizoen al de derde rode kaart voor een speler van FC Groningen, die achteraf wordt kwijtgescholden. Ja, het is gewoon ongelooflijk dat je iedere week af en toe zo wordt benadeeld. En het is gewoon zonde van de ploeg. Want op zich, we zaten heel goed in de wedstrijd en 1-0. We hadden alle kansen en we waren gewoon veel beter dan hun. Dus ze zat echt gewoon te wachten op de 1-1 en dan krijg je dit tegen. Ja, het is gewoon ongelooflijk. Bizot was er direct na afloop van FC Groningen FC Twente al van overtuigd dat de rode kaart geseponeerd zou worden. Ik kan iedereen de beelden aanraden en als je dat ziet, dan zie je gewoon duidelijk dat hij pas gaat liggen als hij zelf al ligt. En dat ik hem niet laat vallen, maar hij zichzelf laat vallen. Dus daar ga ik gewoon vanuit dat hij geseponeerd wordt.